ben Philippe Tak. Ik ben woonachtig in Zichem, ben gehuwd, heb één zoon. Onze keuze voor Hot Spring is eigenlijk een heel uitgemaakte zaak geweest. Onze eerste ervaring met jacuzzi was namelijk bij vrienden, waar dat we een eerste belevenis hebben gemaakt. En we hebben daar dan eigenlijk een zoektocht van ongeveer 2 jaar over gedaan om uiteindelijk bij Hot Spring terecht te komen. Nu, wat zijn een aantal cruciale verschillen voor ons dan tussen een Hot Spring en een andere merk? Dat is ten eerste vooral de beleving. We hebben bewust gekozen voor een zout watergebruik in plaats van kloorgebruik, aangezien dat enerzijds de belevenis en anderzijds de kwaliteit naar de huid en dergelijke toch, dat een heel groot verschil is. Ja. Een andere zaak is het verbruik, wat een heel pak goedkoper is ten opzichte van concurrerende merken. Het onderhoud is een cruciaal verschil. We hebben vrij veel filters, wat voor mij als gebruiker ook garandeert dat het water op een correcte manier wordt gereinigd. Maar naar onderhoud toe is het ook mogelijk op een heel eenvoudige manier, dus uw filters te gaan verwijderen, te reinigen en terug in het systeem in te brengen. Nu, wanneer gaan we eigenlijk meestal in onze jacuzzi? Dat is toch minimum 3-4 keer in de week, samen met het gezin, na vooral een drukke werkdag. En dat is voor ons eigenlijk een stukje socializen, een stukje quality time met mijn vrouw, met mijn zoon, waarbij dat we aandacht hebben voor elkaar en niet opnieuw voor de televisie zitten. En het is, ja, het is een heel aangename manier om de dag af te sluiten. Een goede wijze om ontspannen naar boven toe te gaan. En het ultieme moment van ontspanning is voor mij dan nog eventjes de mottenmassage te passeren. Dat is echt wel de max voor mij.